Hey natuurkunde kanjers, in deze film ga ik je wat vertellen over versnelling. Maar we grijpen nog even terug op wat we eerder geleerd hebben. Ik heb je dit filmpje al eerder getoond van het bewegende mannetje. Ik zal hem nog een keer laten bewegen. Hier komt hij dan. Ik heb hem een beetje snel ingesteld. Oké, dat was hem. We zien hier dat dit mannetje met een constante snelheid heeft gelopen. Dat konden we zien aan de afstand-tijddiagram. Plaats, afstand en tijddiagram. En afgekort is dat een ST-diagram. ST-diagram. En hoe ziet dat eruit op een VT-diagram? Want deze is er nou bijgekomen. Het is een snelheids-tijddiagram. En de snelheid was de V. En de tijd is nog steeds horizontaal op de x-as uitgezet, is de t. Nou, wat we al zeiden, hij heeft een constante snelheid. Zijn afstand neemt dus gelijkmatig toe naarmate de tijd verstrijkt. En in een VT-diagram ziet het er dan zo uit als een horizontale lijn. Met hier dus blijkbaar een constante snelheid van 6 meter per seconde. Nou, dat is mooi. Deze constante snelheid noemen we een eenparige beweging. Dat moet je onthouden voor je toets. Eenparige beweging. Dan is dat hier dus ook een eenparige beweging. Maar ja, ik had toen ook gezegd dat dat niet een normale beweging is. Zeker niet voor een mens, maar eigenlijk bijna voor een enkel object die binnen 0 seconden al op een bepaalde snelheid is. Dat bestaat eigenlijk niet. Elk voorwerp maakt een versnelling mee. En dat zal ik je nu laten zien. We maken hem even schoon. Zo, grafiek weg. We laten het mannetje nu opnieuw lopen, maar dan met een versnelling. En dat gaat er zo uitzien. Oké, je ziet de kromme weer terug. Er staat nog een beschrijving eenparig. Maar er staat beweging en die moet nu weg. Want ik ga je vertellen dat dit weer een andere benaming heeft gekregen. En dat ge moet ook weg. Want nu heet het eenparig versnelde beweging. Dus in een ST-diagram herken je dat aan een kromme, eenparig versneld. En in het VT-diagram herken je dat als een rechte schuine lijn. Nou, dat is mooi. Dus dat is versnelling voor je in een ST- en een VT-diagram. Uiteraard moet je dit waarschijnlijk nog een paar keer herhalen. En je moet natuurlijk op dit moment de grafiekjes overnemen in je samenvattingsschrift. Want anders heb je er niks aan. Nu even de formule erbij uitleggen. Die luidt A is V eindsnelheid min de beginsnelheid gedeeld door de eind, dus t eind min t begin. Dus de eindtijd min de begintijd. Afgekort staat dat in je boek als delta v gedeeld door delta t. Dus delta staat voor verschil. En dat verschil liet ik je hier zien. Het is het verschil tussen de eindsnelheid en de beginsnelheid. Dat moet je goed onthouden.
Meestal gebruik ik deze formule, maar soms zijn de vraagstukjes zo ingewikkeld dat ze alleen een eindtijd geven. En dan moet je bijvoorbeeld de begintijd gaan uitrekenen terwijl deze tijd wel bekend is en de versnelling. Aangezien we hier de snelheid is in meters per seconde gegeven en de tijd altijd in secondes, krijg ik dus een hele rare eenheid eruit, meters per seconde per seconde. Nou, dat spreken we zo niet uit. Het wordt nog anders. En dan laat ik het je weer met een regeltje van de lagere school zien. Meter per seconde, net als in het vorige filmpje, deel ik door seconde gedeeld door 1. Dat is nog steeds seconde, hè? En nu kun je dat regeltje toepassen van de lagere school. Delen door een breuk is hetzelfde als vermenigvuldigen met het omgekeerde van die breuk. Dus dit wordt meter per seconde maal die omgedraaid 1 gedeeld door seconde. Dus dan krijg ik meter keer 1 is bij mij nog steeds meter. En seconde keer seconde is seconde in het kwadraat. Dus de eenheid schrijf je in het echt als meter per seconde kwadraat. Dus nou weet je hoe ze eraan komen. Meter per seconde kwadraat. Staat natuurlijk ook in je boek, maar niet zo duidelijk uitgelegd als hier. Wat is een uitleg zonder voorbeeldje? Dus bij deze, je eerste opgave. Stel, jij fietst met 4 meter per seconde en je wilt je zusje inhalen. Die is ook op de fiets natuurlijk. En om dat te doen versnel je gedurende 3,2 seconden met 0,7 meter per seconde kwadraat, staat daar. Wat is dan je snelheid na 3,2 seconden? Ja, hoe pak je dat dan aan? Maar niet meteen willen rekenen, even rustig aan. Ik heb voor je neergezet een ST en een VT grafiekje. En dan gaan we daar een diagram in tekenen. En dat diagram van dit verhaal wat daar geschreven staat, dat ziet er ongeveer zo uit. Dus ik rijd met 4 meter per seconde. Dus mijn afstand neemt per seconde toe. Dus dat zou ik zo kunnen laten zien in een ST diagram. Gedurende die tijd fiets ik dus met een constante snelheid en mijn afstand neemt toe. Dus in een VT-diagram, even nog over die afstand, als ik deze nou weer eens weg zou halen. En als ik hem per ongeluk zo getekend zou hebben, dat zou raar zijn. Want dan neemt mijn S, mijn X-waarde, mijn afstand neemt niet toe. Dus wat is er dan aan de hand? Ik sta stil voor een stoplicht of zo. Dus nee, we laten de afstand toenemen. En in een VT-diagram ziet dat eruit als een horizontale lijn, want mijn snelheid is constant. Dus hier neemt mijn afstand toe. En hier neemt mijn snelheid niet toe, maar die is wel constant. En dan zegt het verhaal ineens dat gedurende 3,2 seconden dat de snelheid toeneemt, namelijk met 0,7 meter per seconde kwadraat. Nou, je snapt, ik moest hier eventjes proberen een kromme in te tekenen, want dat heb ik je eerder verteld. In een ST-diagram ziet een versnelling eruit als een kromme. Maar in een VT-diagram ziet dat eruit als een rechte lijn. En ik fantaseer dit eventjes. Dus gedurende die 3,2 seconden, die ik hier eventjes aangeef, zo. Oh, wacht even, die kan ook die kant op. Zo, gedurende deze tijd ging mijn afstand niet meer lineair toenemen, maar die afstand nam steeds per seconde meer
meer waarde aan. En in een VT-diagram is dat een rechte lijn, dus hier herken ik mijn versnelling aan. Dus, wat heb ik hier dan te pakken? Oh, dat ga ik zo laten zien. Eerst even de formule die ik denk dat we nodig hebben. Aangezien ik hier een eenheid van versnelling zie, denk ik dat we deze nodig hebben. A is, wat was het ook alweer? Delta V gedeeld door delta T. Die delta T laat ik even voor wat het is. Maar aangezien ik een vraag krijg voor een tweede snelheid, ga ik deze, die delta V, wel even opsplitsen in wat je geleerd hebt. V eind min V begin. Gedeeld door die delta T. Nou, tabel opstellen van wat weet ik niet, wat weet ik wel. A is. V eind is. V begin is. En wat hebben we nog meer? Een delta T is. De A is 0,7 meter per seconde kwadraat. V eind, dat is juist de vraag. Wat is dan de snelheid? Nou, die is V eind. En dit is trouwens V begin. Doe dit ook in je werkboek. Zet er wat bij. Markeer het. En deze, hier, kan je er ook alvast bij zetten in je werkboek. Dit is delta T. V beginsnelheid. Ja, ik begon met 4 meter per seconde en ik moet mijn snelheid verhogen om mijn zusje in te kunnen halen. Of jij moet dat kunnen doen. En dat doe ik gedurende 3,2 seconden. Dus dat is mijn delta T. Nou, dan gaan we het maar eens invullen. Even een ander kleurtje dan. Dus 0,7. Ik dacht dat ik een ander kleurtje had gekozen. Nou, laat maar. 0,7 meter per seconde kwadraat is gelijk aan V eind min V begin. Dat is 4 meter per seconde. Gedeeld door 3,2 seconden. Want dat is de tijd gedurende die verstrijkt gedurende mijn versnelling. In een VT-diagram, daar wil ik nog even op terugkomen, is dus deze afstand, die moet je dus zo uit de grafiek kunnen halen, deze afstand, dus daar waar die schuinte begint, gedeeld door deze afstand, dat is de formule voor de versnelling. Dus delta V en dit is delta T. Dat kan je dus altijd uit de grafiek halen. Dus dat is de helling van deze lijn. Delta V gedeeld door delta T. Oh ja, dat was ook de formule. Nou, we gaan hem nu even verder uitrekenen. V eind min 4 meter per seconde is dan, dit is gewoon zo'n drie letter formule, hè. Daar hoef ik zo niet meer op terug te komen. Dus dat is dan 0,7 meter per seconde kwadraat maal 3,2 seconden. Kortom, V eind min 4 meter per seconde is gelijk aan 2,24 meter per seconde. En om nou V eind zelf te berekenen, nou, dat doe je al lang bij wiskunde. X min 4 is dit getal 2,24. Min 4 moet naar de andere kant, dus dat wordt plus 4, zodat ik daar de enkele x, of in dit geval V eind, overhoud. Dus V eind is 6,24 meter per seconde. Dus dit is mijn eindantwoord. 6,24 meter per seconde. Nou, met een beetje systematische aanpak van je probleem is het dus toch gelukt om tot een antwoord te komen. Systematische
probleem aanpak. Wat doe je als eerste? Dit doe je als eerste. Dit doe je als tweede. En dit hier deed je als derde. Ja, eigenlijk grafiekjes nog als eerste. Hey, ik wens je succes.